zonder mensen, zonder steun van mensen, zonder actieve leden heb je niks in de gemeenteraad te zoeken. De lokale SP in Hoorn mag niet meedingen naar zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom niet? Nou, inderdaad. 2018 mogen we niet meedoen. En dat is heel vervelend, vinden we. En waarom niet? Ja, men vindt ons te kwetsbaar als afdeling. En wat is de echte reden dat jullie niet meedoen? De echte reden? Nou, de landelijke SP, en dat is heel terecht, die vindt het heel belangrijk dat we goed contact hebben met mensen in de wijk. Wij hebben dat werk lichtelijk verwaarloosd. U bent het eigenlijk met ze eens? Nou, ik ben het niet met ze eens. Maar wat is dan de echte reden? Nou, dat wij onvoldoende geworteld zijn in de Hoornse wijken. Wellicht zijn we ook wel eens te kritisch geweest in het verleden door te roepen van hé, we moeten ook meer een bestuurspartij worden. Waar komt nou de aap uit de mouw? Want u zegt we hebben kritiek gehad op het landelijke partijbestuur. Nou, dat zou een argument kunnen zijn. Dat zou kunnen. Het is een club die heeft 4 zetels daar in Hoorn, de grootste. En die ga je dan als SP terughalen. Het werkelijke verhaal is natuurlijk dat het een clubje is wat kritisch is geweest op het partijbestuur. En waarvan de SP zegt, Noord-Koreaans, hè, dat gaan we niet doen. Eruit. Nee, dit is een groep mensen die veel kleiner is geworden. Die veel actiever. 4 zetels. Ja, maar... Ga je toch niet weggooien als je goed bij zinnen bent? Nee, maar dat is misschien het verschil tussen de SP en allerlei partijen die alleen maar willen besturen. Wij moeten ook geworteld zijn. We moeten activisten zijn hebben. We moeten actief zijn. Je gelooft het toch niet? Houd er op, man. Meen je dit nou echt serieus? Ja. Je zegt het zonder te lachen ook nog. Ja, want als je geen mensen hebt om politiek te bedrijven op straat, dan kun je ook... Zeggen, dat is helemaal niet waar. Inderdaad, ja. Nou ja, dat is zoals de SP het doet. Dan zeggen, wij hebben kritiek op het bestuur en het bestuur die trekt dat niet. En dan zeggen ze, ja, we gaan even niet met jullie verder. Nou, je staat er goed op zo. Nee. Het is een raar verhaal. Nee, het is een heel logisch verhaal. Argumenten zijn ook niet. Ik heb je wel eens betere argumenten horen roepen. Zonder is niet mensen, best dit. Zonder mensen, zonder steun van mensen, zonder actieve leden heb je niks in de gemeenteraad te zoeken. Je hebt het aardig geprobeerd, maar. Dankjewel.